Ja, welkom bij de derde aflevering van Runescape. En ja, de laatste aflevering is dit ook, want we hebben de laatste drie afleveringen teruggekeken en dat was een klein beetje saai. Toch, Victor? Nogal, ja. Het is een beetje... Het ziet er wel mooi uit, maar de poppetjes die bewegen een beetje raar. Ja. En ja, het is ook een beetje saai om naar te kijken, want... Even maf. Vind jij dit nou leuk? Kijk, ik val nu zo'n groen beest aan en... Ja, als je dat nou in een video ziet, dat is dan niet leuk om naar te kijken. Nee, klopt. Nee, dus dan starten we vanaf volgende week starten we met een andere game. Het is nog niet bekend welke game, dus dat zien jullie vanzelf. We gaan het ook op Facebook bekendmaken een paar dagen van tevoren, dus hou dat in de gaten. En ik volg jou, dus wat gaan we doen? We gaan in deze aflevering elkaar naar het gebied toe, waar je... we gaan kijken wie het langste kan overleven in het... Gebied, in het gebied waar je kan, ja, het gebied waar je kan vechten, de wildernis. Klopt, ja. En dan moet je even rechtsbovenin op die gele, nee, blauwe H klikken. Witte H, in een blauwe rondje. En dan? En dan op Varok klikken. Die gele, rechts. Ja. Die hebben we geactiveerd. Daar gaan we dan nu heen. Even een boekje lezen. Boekje lezen. Lekker saai ook weer. Oké, ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het spel zelf, om het alleen te spelen, ja, en dan zonder het op te nemen, vind ik op zich wel leuk af en toe. Ja, ik heb ook een beter account waar ik allemaal levels en spullen heb. Maar ja, om zo opnieuw te beginnen en dan het voor jullie op te nemen, het is een beetje saai. En we gaan nu naar het gebied toe. Ja, je kon ook als je het spel begon in een speciale mode dit spel spelen. Mode. En dan, als je dan doodgaat, dan ben je ook echt game over. Dus het was wel leuk om dat nu te hebben. Konden gewoon elkaar dood laten gaan en dan game over. Ja, precies. Dus, jij zou wel winnen. Maar dan gaan we niet tegen elkaar, toch? Nee, gewoon, we gaan het gebied doorlopen, want er zitten allemaal beesten die we kunnen ontwijken. Jeff op oké drukken daaronder. Oké. Leave the status area. Gaan we hier overheen. Kijk, want in dit gebied, er zijn allemaal muizen, je kan elkaar ook afmaken, dus er lopen misschien andere spelers die ons voor ons kop slaan. Kijk, hier begint het al, met muizen. Kijk, die moet je dan ontwijken. Hoe kom je daar dan? Over die muur heen klimmen. Op die muur klikken. Oh ja. Yeah. Warning. Hier begint de ellende al met die muizen. Gewoon wegrennen. Doei. Ja, wegrennen. Doei. Waar ben jij dan? Kijk, ik ga jou ook doodmaken. Dat is dan niet de bedoeling, want we gaan zo ver mogelijk zien te komen. En dood is dood. En dan als we allebei dood zijn, is dan dat... Het einde van de afleveringen. Waar ben jij dan? Hier. Oh ja. Ja, kijk, je hebt hier ook... Ja, vorige keer zei je dat ook in aflevering 1. Dat levels bovenin. Bij die kaart. Ja. Yeah. De level 8 staat er nu, toch? 7. Ah ja, 8, ja. Ja, kijk, dat is het level in de wildernis. Hoe diep je in de wildernis zit, zegt dat. Nu zitten we in level 11 van de wildernis. Kijk, het hoogste is level 50 of zo, als het goed is. Dus als we daar nou zien te komen zonder dat we doodgaan, dat is wel een hele prestatie. We zijn ook een heel laag combat level, heet dat. Dat is ons level. We zijn maar level... Even kijken. Ik ben level 7, jij bent level 6. Kijk, en hier staat zo'n man, die is level 44. Dus als deze nu een klap geeft, kijk. Gaan we al. Ah, die heeft ons niet geraakt in ieder geval. Ja, mij wel. Oh. En niet hard. Maar ja, zeg nou eerlijk, het is wel saai om naar te kijken, is dit? Dat klopt, ja. Nou ja, weet je, dit is dan wel weer leuk als je iets kan doen. Maar ja, misschien ja. Ik weet het niet. Ik vind, het wordt wel tijd voor iets anders, want... De kijkcijfers, ja, die zijn er ook niet om echt... Om je elke week mee te vullen.
Ja, precies. Het wordt ook een saai keertje. Is het leuk, maar. Ja, we kunnen het wel vaker gaan doen, een keer maar tussendoor of zo. Klopt. Nou ja, in ieder geval, we zitten in level 29 tot nu toe. 30. Dat is hoogste 54, hè? Ja, zoiets. Waarom gaan we nou zo traag lopen? Ja, want je hebt zeg maar energie en als die op is, dan ga je lopen in plaats van rennen. Maar nu heb ik weer energie erbij. Komt ook omdat ik meer spullen bij me heb en dan weeg je zwaarder, heb je meer spullen. En ja, dat is zwaarder om mee te sjouwen. Dus dan gaat je energie sneller op. Jij minder spullen waarschijnlijk. Ik heb mijn hele ding vol staan. Nou, level 40, nog niks. Hey. Het staat hier in de fik. Ja, fik stoken. Lava. En ik moet zeggen, ik vind het ook heel saai om te spelen. Was toch jouw favoriete game? Ja, kijk, vroeger hè, toen was het ook heel anders en toen was het wel leuk om zo om te beginnen, zeg maar. Maar ik heb nu een account. En daar heb ik alle spullen bijna op en heel veel levels heb ik erop. Heb ik heel veel levels 99, dat is het hoogste wat je kan halen. En ja, kijk, als je dat hebt en je speelt het af en toe, dan is het wel leuk. Maar opnieuw beginnen is doodzaai. Ja, en voor jou, jij kent het spel natuurlijk niet, dat is al helemaal saai. Nou, we zitten er bijna hoor. Ja, kijk, Oh. wij spelen de gratis versie van dit spel. En als je betaalt, dan kan je hier er voorbij. Maar dat kunnen wij dus niet. Nu staat er een hek. Ik ga het niet betalen voor zo'n slecht spel. Nee, precies. En nu? Kunnen we niet verder dan dit? Nee, dan moeten we even betalen. Zullen we dat doen? Nee. Doen we maar niet, hè? Zullen we gewoon vechten tegen iemand? Je tegenkomen? Ja. Maken we gewoon als één iemand tegenkomen, maken we hem samen af. Een spin. Moet je op die spin rechter muisknop doen? En dan attack. Echt slecht. Kijk die aanvallen dan. Oh, ik sta stil. Wow. En ik sta in jou. Nu niet meer. Train Ja, je hier ook nog iets mee? we spelen dit spel ook op de oude manier, op de nieuwe manier. Ja, dan zit er meer beweging in het vechten. Maar ja, dan wordt het ook weer zo heel vervelend besturen. Heb ik het toch liever zo. Nou, ik ben even een bakje koffie pakken hoor. Of toch niks te doen. Ik ga even een dutje doen. Ja. Nou, dit is RunnerScape, zo, die spin is dood. En daar heb ik Leuk, hè? 39 XP erbij. Nou, en nu? Hey, ik zie daar nog een spin. Oh. Hey, wat doe je? Je maakt mij helemaal dood. Hey. Jij viel mij toch ook aan? Ja. Kan je nou niet terugkomen? Nee, je moet heel dat stuk weer teruglopen. Nou. Laat je dan ook maar doodgaan op zo'n spin. Oké, is goed. Even. Maar ja, in principe moest ik wel overblijven. Weet je wat het is? Want ik film het een soort van, hè? Ja, klopt. Dus we gaan even kijken of er nog. Waar is zo'n spin? Ja. Wat gebeurt er als ik in de lava loop? Kan nog wel eens, dan loop je omheen automatisch. Is ook slecht, hè? Hey, je spin. Rechter muisknop moet je dan weer doen en dan attack.
We zien hier wat. Er zit een grotere spin, of niet dan? Ah, hier, ik zag een hele grote. Zo. Heel veel actie zit erin, hè? Nou. Als je een beest wil afmaken, kan je gewoon een klap geven en een bakje koffie zetten. Ik ben nu al lang naar het toilet geweest, als ik moest. Dus die spin nog niet dood. Ja, ik ben ook dood. En dat is gelijk het einde van deze RuneScape-aflevering. En dan volgende week zullen we iets anders gaan doen dan wat dat is. Wanneer maak wel bekend? Ja, op Facebook waarschijnlijk, hè? Ergens deze week. Dus hou ons in de gaten. Vergeet niet te abonneren. Heb het ons toch. We gaan er iets Vergeef beters het van ons. maken. Ja, vergeef het ons. We gaan er iets beters van maken. En nou, tot de volgende Ja. keer. Vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog. Reactie. Alles is welkom. En ik zeg doei! Doei!